De studenten van de Hans Hogeschool werken zich vandaag nog even flink in het zweet, voordat volgende week de lessen weer beginnen. Tijdens de introductiedagen op Zernike vinden er verschillende sportactiviteiten plaats. Vandaag dus eerst survivalen, daarna gaan we vlot bouwen en we gaan nog, gaan we nog doen? Klimmen. En we hebben vanavond ook nog bonte avond, dus hebben we allemaal een thema en gaan we barbecuen. Dus vandaag een actieve dagje. De introductiedagen vallen in de smaak bij de studenten. Vooral na een jaar weinig groepsactiviteiten wegens corona. Vorig jaar was het gewoon super vervelend natuurlijk met online lessen en zo. En dat je gewoon bijna niemand kende van je opleiding. Dat heb ik gehoord van heel veel mensen. En ik denk dat het wel top is dat ik nu gewoon al een van mijn klas heb ontmoet en zo. En ik denk dat heel veel mensen die vorig zijn begonnen dat niet kunnen zeggen. Dus dat is zeker wel motivatie, ja. Vorig jaar was het best wel lastig met corona. En vorig jaar introductieweek konden we ook gewoon alleen maar online doen. Dus dit jaar doen we lekker fysiek, zodat ze gewoon verbondenheid creëren met elkaar. Veel studenten worden lid van de studievereniging. Zo kunnen ze omgaan met mensen die in hun eigen vakgebied willen werken. Behalve de gezelligheid zitten er ook nog vele andere voordelen aan. Wel gezellig, ook gewoon met anderen. Je krijgt korting op allerlei dingetjes, dus dat vind ik ook wel fijn. Gewoon lekker uitgaan met z'n allen dan. Je gaat soms ook in het water springen, hoor ik? Nou, ik niet. Nee, ik heb geen droge kleding bij me, dus ik moet dat maar niet doen.